Een groep bewoners van Krippie, het gebied achter Charlesburg, heeft zaterdag haar bereidsverklaring in ontvangst genomen. Ruim 161 mensen kwamen bij deze ronde in aanmerking voor hun grondpapieren. Het proces was volgens een aantal aanwezigen niet gemakkelijk. Met name Ramon Cumberbatch, voorzitter van de landbouwcoöperatie Krippie, merkte op dat het een aantal jaren heeft geduurd voordat de stukken in orde zijn gemaakt door het ministerie. Bewindsman Lekram Surjan onderkent dat er grote achterstanden ingelopen moeten worden op het gebied van beschikkingen. Hij verzekert dat hij samen met zijn team heel hard werkt om dit in te lopen. Inderdaad, zei de DC, op RGB wordt er hard gewerkt, maar ook nagedacht, ik kan u dat garanderen, dat we met z'n allen op RGB nadenken, zeker één keer in de week, hoe wij een aantal zaken kunnen versnellen. Want ik kan begrijpen dat er een achterstand is. Er zijn mensen die nog wachtende zijn. Die wil ik direct oproepen. Als u uw naam vandaag hier niet heeft gezien op de lijst, betekent niet dat u buiten de boot bent gevallen. Als alle zaken in orde zijn, komen we terug. We waren hier op 6 september, als ik het goed heb. En we zijn terug. En we komen nog een aantal keren terug. Dus zij die nog niet aan de beurt zijn, hun naam niet hebben gezien op de lijst, wees u gerust. De werkzaamheden die gaan verder. En er volgen nog uitreikingen waarbij u dan zeker hier plaats zult nemen om uw beschikking in ontvangst te nemen. Volgens de vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva, is het een prioriteit van deze regering om de gemeenschap in aanmerking te doen komen voor een perceel. Daarbij wordt er niet alleen gedacht aan de aanhangers van de NDP. Er wordt een beleid uitgevoerd door het ministerie onder leiding van deze minister en zijn staf dat corruptorie dat het is voor alle Surinamers. Want niet iedereen die hier in de zaal is, is NDP'er. Misschien moet ik zeggen, nog niet. Maar lang niet iedereen die hier in de zaal zit, is NDP'er. Het gaat niet om NDP of niet NDP. Het gaat erom dat we moeten beseffen dat wij wel een verantwoordelijkheid hebben gehad van die samenleving met de verwachting dat we Rokokideng en dat we Tjasseren en Gomorro heen. En dan denk ik, moment die ze minister, stap voor stap, u komt uit Coroni, u komt uit Para, u komt uit Nikeri met een paar honderd beschikkingen. U bent nu hier met ruim 200 beschikkingen. En u gaat verder nog de jaren, de dagen die in het jaar liggen. Zijn deze stappen die ons daarin brengen. En natuurlijk, waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt. Dat moeten we corrigeren. Want tegelijkertijd kan je ook zeggen, de mensen die schreeuwen, je moet helemaal geen fouten maken. Soms zijn het juist de mensen die helemaal niet werken. Assemblee-vicevoorzitter Melvin Bouva. Hij sprak zaterdag bij de uitreiking van bereidsverklaringen aan bewoners van Krippie. De activiteit vond plaats op het commissariaat Paramaribo Noordoost.